Het maken van de kluis is een mooie klus. De onderdelen moeten uit het hout worden geprikt en vaak is het dan handig onder een oud plaatje onderdeeltje onder te leggen. Bij vooral kleine onderdelen is het handig om het hulphoutje te gebruiken, zodat je het er voorzichtig kunt uitprikken. De hele kleine onderdelen zijn lastig, maar met het hulphoutje goed te doen. Er is weinig gereedschap nodig, het hulphoutje is al genoemd, een kniptang, een mesje voor het afwerken van de prikkers, schuurpapier en een vaccinelichtje komen zeker van pas. Regelmatig staan er bij de plaatjes symbolen om extra aandacht te besteden ergens aan. Schuren en waksen is van groot belang. Door het glad te maken weet je zeker dat alles soepel ten opzichte van elkaar beweegt en er geen haperingen zijn. Vooral de onderdeeltjes waar het vast zat aan het plankje even weghalen. En als het glad gemaakt moet worden, kun je dat met de vinger vaak goed voelen. En door er met een vaccinelichtje langs te gaan, wordt het alleen nog maar gladder. Hele kleine onderdeeltjes schuur ik door ze vast te zetten met het hulphoutje en op die manier rond te draaien. Op die manier krijg ik geen kramp in de vingers en worden ze toch goed glad. Bij tandwielen moet even gekeken worden of het nodig is. Maar voor de zekerheid kun je het natuurlijk altijd even doen. Met een dubbel gevouwen schuurpapiertje wat je een beetje rondvouwt. En voor de kleine stukjes gebruik ik een kaarsje. Vaak is het ook handig om de nokjes die in elkaar geschoven moeten worden met wat wax te behandelen, waardoor ze wat makkelijker in elkaar schuiven. Datzelfde geldt voor de prikkers. Eén keer langs het vaccinelichtje en ze gaan iets makkelijker in het hout. De andere symbolen spreken voor zich. Let op, eigenlijk overal. Het afsnijden van prikkers en dat er reserveonderdelen zijn, maar hopelijk heb je die niet nodig. Het is vaak handig om vooruit te kijken. Waar moet dit onderdeel aan vast? Op welke manier werkt het? Op welke manier kan ik het beste bevestigen? De instructiefilm gaat de bladzijde van de handleiding gewoon bij langs. Het wordt wel wat sneller weergegeven dan dat het in werkelijkheid is gebeurd. Veel succes met bouwen! We gaan beginnen met de kluis en dat doen we door de zijkanten vast te maken aan de onderkant. Even passen zodat het echt goed op elkaar aansluit en dan met wat kracht in elkaar schuiven. Door van tevoren de onderdeeltjes met wat wax te gebruiken, het vaccinelichtje er voorzichtig langs te halen, glijdt het vaak wat makkelijker in elkaar. De beide zijkanten. En dan kan de bovenkant erop. Even goed om op de nummers te letten, dat ze goed op elkaar aansluiten, 1 tegen 1 en 2 tegen 2 enzovoort. De bovenkant erop, ook hier is het even goed om te kijken dat hij de juiste richting heeft. De twee openingetjes moeten aan de bovenkant komen. Dan gaan we even controleren of het inderdaad overal strak aangesloten is. En zo niet, dan moet er nog even wat worden bijgewerkt. Net zolang tot het super strak zit. Er moeten een paar hoekstukjes worden geplaatst. Die kunnen eerst aan de achterkant erin gedraaid worden om vervolgens
met wat kracht links vastgezet te worden, waardoor de hoek stevig in elkaar komt te zitten. Datzelfde natuurlijk aan de rechterkant. De onderdeeltjes met nummer 62 moeten er doorheen geduwd worden, zodat ze aan de bovenkant uitsteken en daar straks de zijplankjes onder kunnen worden geschoven. Mocht het niet lukken om hem helemaal er doorheen te schuiven, dan kun je van boven ook proberen om hem er wat in te wrikken. Er moeten 8 van die onderdeeltjes geplaatst worden. De zijplaatjes kunnen onder de onderdeeltjes worden geschoven en vervolgens geborgd. Daar moet even goed op gelet worden dat na dat onderdeel onderdeeltje 65 erop komt. Dat gebeurt aan deze kant. Aan de zijkanten moet er gebruik gemaakt worden van onderdeel 66. Ze lijken veel op elkaar, dus even extra aandacht voor. Ook aan deze zijkant een afdekplaatje, dus die goed ronde geschoven is en even gekeken wordt dat de openingen aansluiten op elkaar, dan kan het borgdeeltje goed geplaatst worden. We moeten het aan de andere kanten ook doen. Eerst weer het onderdeel waar straks het zijplaatje onder komt. De zijplaatjes erop. Dit is een zijkant, dus daar moet borgonderdeel 66 op komen. En aan de achterkant onderdeel 65. Pagina 7 gaat het hele verhaal nog een keertje op, maar nu voor de rechterzijkant.
een paar kleine onderdeeltjes die op de hoeken naar beneden moeten worden geschoven. En daar komen de pootjes op. Twee onderdelen van de as worden in elkaar geschoven. Moet even goed over elkaar heen klikken. Er zitten wat borgpennetjes op. En dan moeten daar een aantal onderdelen in de juiste volgorde achter elkaar opkomen. Gelukkig zijn ze voor een deel genummerd. Met deze onderdelen wordt uiteindelijk bepaald hoe het slot van de kluis gaat werken. Omdat alle onderdeeltjes langs, tegen en over elkaar schuiven, is het wel belangrijk om te kijken of er geen onregelmatigheden op zitten en even met een stukje vaccinelichtje erlangs, zodat je zeker weet dat het glad is. En je kunt het goed voelen door het wat te draaien. Aan de andere kant moet een soort veersysteem komen. Daar moet erg voorzichtig een prikketje doorheen geduwd worden. Vooral de middenstukjes van deze onderdelen zijn erg teer. En ook hier geldt dat een beetje vaccinelichtje erlangs een zinvolle oplossing is om het goed en soepel te laten lopen. Het geheel mag op een bodemplaatje worden gemaakt. Even lastig om te zoeken dat alle vier de pootjes op de juiste plek zitten. En vervolgens dan stukje voor stukje, beetje voor beetje aanduwen, zodat het stevig en goed vastzit. Aan de andere kant komt het slotonderdeel. En daar geldt hetzelfde. Eerst even passen, zoeken en als alle onderdeeltjes op de juiste plek zitten, dan voorzichtig aanduwen. Er moet nog een plankje voor de achterkant. En de prikkers die uitsteken kunnen worden weggewerkt. De voorplaat van de kluis wordt voorzien van een extra ruimte, extra plaat, waar straks de knop in moet draaien. Dus vooral de cirkel daar waar straks de knop in gaat draaien moet ook even gecontroleerd worden en in de wax gezet. Aan de binnenplaat van de deur moeten wat onderdeeltjes komen die eerst er helemaal doorheen geschoven en dan vastgeklemd. Aan de andere kant hetzelfde. Daarbij moet op gelet worden dat het stukje waar straks het elastiek in moet aan de juiste kant zit.
Omdat de prikkertjes soms niet makkelijker doorgaan, maak ik gebruik van een vaccinelichtje waar ik ze even langs haal. En daardoor schuiven ze vaak wat makkelijker door het hout heen. Ik heb ze hier eerst geknipt en kan ze er zo doorheen duwen. Dan hoef ik straks niet de achterkant ook te knippen. En dan kunnen de tandwieltjes erop gelegd worden. Ook voor de tandwieltjes geldt natuurlijk dat gecontroleerd moet worden dat er geen kleine onderdeeltjes meer aan zitten. En met de wax. Het centrale tandwiel moet er even goed in passen. En dan komt het grote tandwiel eroverheen. En dat is even zoeken zodat alle tanden op elkaar aansluiten. Dan kan de voorkant van de deur erop. Heel voorzichtig, stukje voor stukje, zoeken dat het aansluit en dan met kleine bewegingen het hele spul naar beneden halen, zodat er niet onderweg een stokje breekt. En als het zover is, dan moeten de nokjes in de juiste gaatjes worden gepast en vervolgens met wat kracht goed worden aangesloten. Meer gebruik maken van geduld dan van kracht. Als het één keer goed stevig in elkaar zit, dan kunnen de prikkertjes gecontroleerd worden. Deze is door het duwen naar achteren geschoven, kan weer aangeschoven worden. En ik ga even met een hulpplankje het hele spul laten draaien, kijken of het inderdaad vlot werkt. Ik kan nu eventueel nog wat terug. Het werkt goed, dus dan kan ik nu de prikkers gaan afknippen. En dan is daarmee de voorkant van de deur al een aardig stukje onderweg. We gaan weer een as maken nu voor de draaiknop. Moet goed in elkaar passen en dan kunnen daar drie ringen overheen geschoven worden. Waardoor de knop een stuk stevigheid krijgt. Hou vast. En dan kan het in de plaat met de nummer. Moet op gelet worden dat daar de stukjes in de onderdelen met een pijltje worden geschoven. Op pagina 13 wordt aangegeven hoe de nokjes in de wielen moeten worden geplaatst om een juiste code voor het slot te vinden. Dus even zoeken, even piekeren misschien, maar een mooie oplossing voor een goede code is zeker te vinden. Ik heb nokjes zo geplaatst, maar later heb ik het spul weer uit elkaar gehaald en ze op een andere manier erin gezet om te kijken wat gevolgen zijn voor de nummers. Het is een heel gepuzzel, maar interessant om te doen. Het moet wel even goed gekeken worden dat het nokjes goed zitten. Ze moeten niet het andere wiel tegenhouden, maar wel tegen elkaar aanlopen. En als dat allemaal gelukt is, dan kan ook de andere kant van het plaatje erop gezet worden. Voorzichtig alle onderdeeltjes goed op elkaar aan laten sluiten en dan vervolgens stevig aandrukken dat het goed vast zit. Steeds afwisselend links en rechts werken zodat het niet te scheef komt te zitten, want daardoor gaat het er alleen maar moeilijker worden. Belangrijk onderdeel van het slot, en als dit goed draait, dan werkt het slot ook aardig goed. Nog een prikker
om te zorgen dat het goed gecentreerd blijft. En dan kunnen we op pagina 17 de draaiknop erin zetten. Goed om even te testen of het inderdaad allemaal soepeltjes werkt. Daar moeten ook weer een aantal ringen opkomen. En dan komt daar wiel met nummer 1 overheen. En ook daar komt eerst een nokje in. De nokjes draaien straks tegen elkaar en nemen de verschillende wielen mee, zodat het slot wordt geopend. De binnenkant van het asje, waardoor de knop stevig vastzit aan het grote wiel. En dan kan het slotsysteem er overheen geschoven worden en verbonden worden met de nokjes aan de deur. Het prikketje moet dan doorgeschoven worden zodat hij ook verbinding krijgt met het stukje in de deur. En tot slot komt daar dan een sluitwieltje op. Er moet een elastiekje door het oog en dan vervolgens aan die zijkant worden gemaakt. Even zoeken dat de kracht goed verdeeld is. En dan kan het grote dollarteken erop worden geplaatst. Die past er op één manier op. Even zoeken. En het sluitlatje kan aan de ene kant erin geschoven worden. En dan moet dan de onderkant voorzichtig worden uitgebogen, zodat hij daarin past en het spul stevig in elkaar zit. De sluitknop, twee onderdelen goed in elkaar schuiven en dan in de goede volgorde de ringen erin. Even passen en meten, zodat ze goed diep erin zitten en er niet eentje halverwege blijft hangen. En als er alle vijf in zitten, dan kan de sluitknop worden geplaatst. En hopen dat hij in de goede richting wijst. Aan de deur komen een soort scharnieren. Er moeten er 8 van geplaatst worden. En ze moeten zo geplaatst worden dat de prikketjes goed omhoog staan. Want daar komt straks natuurlijk het grote stuk aan waaraan het moet draaien. Nu is het puzzelen om de scharnierstukjes goed in de gleufjes te krijgen zonder dat ze eraf vallen. Een extra hand zou hier van pas komen, maar met wat geduld en precisie lukt het uiteindelijk. Nu moeten scharnieren verbonden worden met dat stukje en als je goed gepast is en even wat geprobeerd, dan gaat dat makkelijker dan als je met kracht gaat proberen. Het moet echt even passen en dan sluit het goed aan. Er moet een afdekplaatje op en ook hier weer eerst passen en pas als alles op de plek zit, beetje voor beetje, stukje voor stukje aandrukken, zodat het goed aansluit.
Voordat de deur gemonteerd wordt, moet er even goed gekeken worden naar de code. De draaiknop moet eerst twee hele slagen naar links worden gedraaid en vervolgens doorgedraaid totdat de ruimte te zien op het plaatje gelijk valt met het nokje. Dat is het eerste nummer. Vervolgens draai je met die knop naar rechts, eerst tot voorbij de 0 en dan tot aan het nummer waardoor er weer de vrije ruimte ontstaat. En tot slot draai je weer naar links, net zolang tot ook het derde stukje zichtbaar is. Op die manier weet je welke drie cijfers de code vormen. Nu het slot klaar is, kunnen we de voorkant aan de kluis monteren. Passen en meten, stukje bij beetje, van links naar rechts, van boven naar beneden, steeds beetje bij beetje aanduwen, net zo lang totdat het volledig vast zit en overal aansluit. En als dat is gelukt, kunnen de zijkantjes worden geplaatst van het slotsysteem. Daar moet wel even op gelet worden, ook hier, dat de plankjes iets van elkaar verschillen. En bij het laatste plankje aan de onderkant is het ook een verschil of je hem links of rechtsom hebt. Aan de linkerkant zit een heel klein uitsteekseltje nog en aan de rechterkant is dat wat groter. Het moet natuurlijk precies aansluiten bij de deur. Er moet een onderdeeltje geplaatst worden in de zijkant. En daar overheen komt een plaatje, een sluitplaatje. Om vervolgens weer een zijkantje te kunnen monteren dat weer wordt geborgd, nu met onderdeeltje 67. Datzelfde gebeurt aan de bovenkant, sluitplaatje erop, zijkantje. En borg onderdeeltjes. Hier moet ook aan de zijkant eerst weer een onderdeel erin geschoven worden. Er komt straks het plankje ingeschoven. En dan kan ook deze kant worden afgewerkt. Aan de achterkant komen twee onderdeeltjes met nummer 64. En dan kunnen we de plank erin gaan zetten
die moet er wat scheef in en dan is het puzzelen om hem juist tussen de twee onderdeeltjes door te krijgen. Door het schuin omhoog te doen is er precies ruimte genoeg. En dan moet er voor de stevigheid nog wat plaatjes ingezet worden. Onderdeeltjes 4 aan de onderkant, onderdeeltjes 5 aan de bovenkant. Er zit een klein verschil in. En het is een beetje blind werken, want je kunt niet zien wat je doet en het zal op gevoel moeten gebeuren. Tot slot brengen we nog een aantal onderdelen aan. Ik heb het zo gedaan dat ik het eerst op de prikker heb geschoven en het dan op de voorkant monteer, zodat ik niet met kracht in prikkers moet schuiven terwijl het daar al vast zit. Even zorgen dat het op de juiste lengte boven de gaatjes zit en dan stukje voor stukje weer aanduwen en dan kan de rest van het prikkertje eraf. Dat moet totaal 4 keer gebeuren. Eventueel kun je na deze handelingen nog een opening maken voor een spaarpot, maar dat heb ik niet gedaan. Ik vind de kluis mag dicht blijven. En dan is het een kwestie van kraak de code. Door een microfoontje erop te zetten kun je horen of die wel of niet klikt. En mijn grootste schat is natuurlijk het armbandje gekregen van mijn liefste schat.